Maar goed, het kan zijn dat ik start met 2 kinderen en dat ik aan het eind van de week er 8 heb. Dus elke dag is dan ook weer anders. Sandra Meester is juffrouw bij de rijdende school. Ze geeft les aan kinderen van kermisexploitanten. Een gewone school, want we horen gewoon bij het Rijk, zeg maar. We worden betaald door het Rijk. Alleen wij hebben geen gebouwen, maar rijdende scholen. Een behoorlijk uitdagende baan als leerkracht. De groep wisselt per kermis, wat grootte betreft en wat samenstelling betreft. Dus nu heb ik geen kleuters, maar dat kan volgende week weer anders zijn. En dan heb ik groep 8 tot en met kleuter in mijn klas. En daar, dat maakt het wel heel dynamisch en divers. Vaak kennen de kinderen elkaar niet en zitten ze maar een week bij elkaar in de klas. Maar zij zijn niet anders gewend en daardoor gaat het ook heel snel. Waar je in een gewone klas wel eens de gouden weken hebt, dat is een aantal weken waar je allerlei fases doorgaat, is dat eigenlijk hier met 1,5 al klaar. Juf Sandra begint ook bijna elke week op een nieuwe school. Die wordt geplaatst door een chauffeur. Ik zorg dat ik op de dag van de plaatsing dat ik er ook ben. En als de chauffeur weg is, dan ga ik alles uitpakken. Want aan het eind van de dag pakken we alles in. Want dan wordt het ingeschoven en wordt hij weer opgehaald. Maar als hij komt, is ook alles ingeschoven en moet ik alles uitpakken. De kinderen komen uit alle hoeken van het land. Amsterdam. Raalte, vlakbij Zwolle en Apeldoorn. Ik woon zelf in Andijk. In de wintermaanden zitten de kinderen op een vaste school in hun woonplaats. In maart ergens, dan moet ik afscheid nemen. En dan zien ze mij voor bijna het hele jaar niet meer. Zij nemen gewoon hun werk mee van school. En ik kijk ook wat, als ik meerdere kinderen van een bepaalde groep in de klas heb, kijk ik wel waar ik bijvoorbeeld het dictée samen kan doen. Of dat ik wat schuif met de rekenlessen, want ze zijn niet altijd op dezelfde les. En ze hebben toevallig dezelfde methode, dan kijk ik of ze dat samen kunnen maken. We hebben een eigen systeem. En daar kijk je dus ook van tevoren in, dat je een beetje beeld hebt van, welke kinderen krijgen. Dan lees je even de verslagen van de vorige kermissen, wat is er gebeurd, wat leeft er, wat speelt er. Elke keer wennen dus, al zien de kinderen best voordelen ten opzichte van een vaste school. Daar zit je met meerdere kinderen en daar mag je niet naar huis. En hier wel, en hier kan je gewoon direct daarna naar de kermis toe. Een lange pauze denk ik, ik weet niet. En leuke kinderen en ze lekker rustig, want ze is klein. Elke keer een nieuwe trein, kan ik lekker glad op skiën erop steppen. De leerlingen zien veel van Nederland, maar wat vinden ze van Schagen? Ja, ik vind het prima. Het is niet dat ik zeg ik wil hier wonen, maar... En anders willen samen een spel van 10 euro.